Het moment is daar, waar we allemaal op gewacht hebben. De reactie van Stefan op mijn diss-track. Kijk, laat ik even bij het begin beginnen. Ooit uploadde ik een filmpje, die heette The Eye Tracker. Net als een miljoen andere YouTubers ter wereld. En Stefan vond het nodig om daar iets van te zeggen. Hey, luister Kelvin, doe anders even hetzelfde als ik. Nee. Het is gewoon een trend die gebeurd is, waar mensen op inhaken en dat heb ik ook gedaan. De beste man begon zich een beetje baldadig te gedragen. Maar dat kan ik natuurlijk niet zomaar laten gebeuren, mensen. Dus heb ik besloten om een diss track te maken. Een liedje dat ingaat op de voor- en tegens van onze grote vriend Stefan. Geen geld. Vorige week kwam die online. Dus als ik iets moois zie en de naam maak besnel, is het beter dan niet. Talking about good tunes. Maar dan Stefan natuurlijk zegt: oh ja, wacht maar. Ja, dat heeft hij geprobeerd. Als iemand een diss track maakt, dan moet de ander reageren. Ik gun hem de cloud wel een beetje. Stefan de Vries, vriendje van Nina. Calvin diss track. We gaan het bekijken. En eerlijk, ik ga er open en eerlijk in. Yo, het vriendje van Nina. Daar gaan we. Hey, trouwens. Wat was het voor een beat, man? We gingen toch een diss track maken? Dit lijkt er meer op. Hey Kelvin, thanks nog voor het promoten van mijn kledinglijn. Basic.com. Oh ja, en ik heb wel gewoon een auto. Ja, beautiful. Vind ik echt heel leuk. Daarnaast het hele merch verhaal. Ik dacht, ik bestel maar wat van je. Ik heb het gekocht. Ik zag dat het na een week nog niet was uitverkocht. Dus het zal vast ongetwijfeld enorm goed gaan met de verkoop. Allemaal filmpjes op je story van dozen die worden verstuurd en zo. Ah ja, dat was bij Bram, op Bram's story. Maar goed, maakt het niet uit. I got you, man. Ik ga me trots dragen. Boom. Clothing line. Trouwens, nu we toch aan het promoten zijn. Het is nog steeds Kelsember, zoals je ziet. Aan de kerstbomen achter mij. De maand waarin ik elke dag upload, zolang jullie het aantal likes halen wat ik van jullie vraag. Vandaag is dat aantal dit. Like deze Paolo video nou, want anders komt er morgen geen nieuwe. Daarnaast geef ik ook elke dag een paprika trui weg. Dat doe ik gewoon gratis, zo ben ik. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op die gratis hoodie is door je Instagram even achter te laten in de comments en mij te volgen op Instagram. Maak je kans. Het ruikt wel een beetje. Beetje bezweet of zo. Kijk, ik snap waar je heen wil. Je moet dan alleen wel ook even de andere tunes laten zien. Weet je, Nu een miljonair, 16 miljoen. Nee, 6,2 miljoen. 2 jaar geleden maakte ik al diss tracks, maar goed, prima. Ik zweer het is echt zielig, zelfs het snolleke de goat. Scoort die lager dan de mijne. Wat is ook met die gele ondertiteling? Heb ik volgens mij eerder gezien. Die lager dan de mijne, yeah, I guess you should have known. Je nachtmerrie is hier, dus word maar wakker uit je droom. Ik vind het wel vrij agressief, Stefan. Daar ben ik helemaal niet van je gewend. Yo, you should have known, yeah. Dat ik een beetje buis en houten Klaas. Genaf van Fiat, laat expres zichzelf winnen. Zo vaak ben ik genomineerd. En heb ik gewoon niet gewonnen. Er waren jaren waar ik gewoon 5 keer genomineerd was en gewoon niks won. Of 1 keer of zo. Dit is allemaal oud nieuws. Publieksprijs. Godsam. Word eens creatief. Dit kan ik zelf verzinnen. Ik loop zo mijn best te doen om al 10 jaar lang elke week maar weer wat nieuws te verzinnen. Je ontkomt er niet aan na al die jaren op YouTube dat je eens een keer iets doet wat andere mensen ook wel eens hebben gedaan. Dat heb je gewoon. Dat zou jij weten, Stefan, als je langer dan 2 jaar bezig zou zijn op YouTube? Peter is geskipt en je koos voor die money. Peter wilde gewoon weg. Peter wilde bioscoopfilm maken en die was klaar met de YouTube live. Als je research had gedaan, had je dat geweten. Dubbel abonnees, maar de helft van mijn views. Net wat je wilt, gebruik je jongetje voor tunes. Shout out Guy. Guy, you made it in de diss track. Je hebt ook wel een punt. Maar Guy wil gewoon zo graag. Kijk wat voor voice memo's Guy stuurt via de telefoon van zijn moeder. Oh, Kelvin, ik vind, je bent heel dol en foei en lauw. Zie me wel snel nog, doei. Gebruik hem niet. Hij wil gewoon zelf chillen, vindt hij gewoon leuk. Please praat met Gio, dat zijn perel taferelen. Oeh, Gio. Stefan is going for it. Hij betrekt ook andere mensen erbij. Nee ja, dat moet hij lekker zelf weten. Oh ja, oh ja. Het was toch die carnavals move in een diss track. Vriendje van, oké, dus dat is de hele in. Oké, ja, nee. Kijk, ik kan er niks aan doen dat ik gewoon een knappe, succesvolle vriendin heb. Daar ben ik gewoon trots op. En Stefan, heel eerlijk, ik kan er ook niks aan doen dat jouw vriendin niet zo succesvol is. Maar dat je die frustratie in een diss track stopt, dat kan ik dan wel weer begrijpen. Maar goed, we gaan verder. Brit, I love you. Is maar je proefde van die fame. Je meisjes zijn nu weg en je kan het niet alleen. Kan het niet alleen, nee, dat klopt. Maar team. Maak je troep in de boot en nu ook nog op tv. Blijf toch fucking gierig, zelfs je auto is geleend. Eerlijk, ik ben wel echt die gierige Hollander. Stefan, ik was gewoon te druk met een huis kopen. Maar jij weet niet hoe dat is, omdat je huur betaalt. Show to my chick. Vind je hem niet sick? Kom je ietsjes later, had ik Nina op me toe. Nee, oké. Jij hebt die praten, jij hebt YouTube aan je kant. En ik ga niemand bellen, nee, ik hoef geen figurant. Ah, ja, die konden we verwachten. Zo simpel is het. Prima. Eén keer op tv, meteen al tering arrogant. Ja, vind
Wat is dat voor krantenartikel? Calvin gaat vreemd. Een sportzaal in Tegelen. Dat is het krantenartikel niet. Is er een soort verborgen grap? Of is dit gewoon even zo knipplak, ctrl-c, ctrl-v, krantenartikel en we gaan verder. Ik denk het wel. Ik hoef het niet te zeggen. Ja, je weet, ik ben ex-best. Basic op mijn body, ja, het staat hier op mijn chest. Oké, ik vind het tune best hard. Alleen, yo, basic op mijn chest. Tut. Niet echt iets waarvan ik denk, oh, dat past heel erg bij Stefan of zo. Semi ook gejoint, je bent niet met die copycats. Oeh. Dit is gewoon een diss track voor mij, Gio, Jade, Celine, Michiel. Oké. Die het laatst lacht, ja, die lacht het best. Mena, mena. Ik herken zo'n kartonnen masker. Heb ik dat ook alweer eerder gezien? Jullie wat dingen leren die geen van jullie ooit wist. Oh ja. 2 jaar geleden, ik was het weer vergeten. Mena. Nee! Kut! Mena! Oké. Kijk naar hoe prachtig mijn vriendin is. Die is die paprika. Oh ja, oh ja. Oh, Nina is zo echt een lekker wijf hier al. Mena, Mena. Die is die paprika. Hé, maar hij rent hier. Ben ik ook niet, ik ben toch ook met... Ik ben ook met Guy letterlijk door die gang heen gerend, toch? Letterlijk hetzelfde shot. Ja, ik snap er niks van. Was dat zo? Nou, ik weet niet. Editor, check even of dat daar was. Die is die paprika. Oké, nou ja, dit was hem. Maar eerlijk, ik vond het best wel een vette tune. Het was wel echt een soort diss track-achtige, agressieve. Ik ben op de iets vrolijkere tour gegaan. Maar ieder zijn ding. Nou is klaar, oké? Nou is klaar met dat gezeik en dat gediss track. Ik krijg allemaal stress van. Godsamme. Wil je nou dat ik Stefan ga confronteren met deze pulp? Laat me dan even weten in de reacties. Stap ik in mijn geleende jeep en dan rij ik naar het huurhuis in Amsterdam. Gaan we daar naartoe? Gaan we het leuk? Wordt lachen. Laat me weten. Groeten.